vent. Vent. Jongen, man. Ja. Oh. Ja, ik heb wel een vriend, dus oh, ja. Nou, dat komt er dan niet heel erg overtuigend uit. Nee, maar, de leukste vent. Ja. Nou, moet ik toch eens even goed nadenken. Ik heb wel een vriend, maar ik weet niet of dat nou... Sorry. Welkom bij een nieuwe Talent Tuesday show. En deze week hebben wij de keeper, de keepster van de Ajax vrouwen, Lise Kop. Ja. En de kerstverse bekerwinnaar. Ja, heerlijk. Echt, ja, lekker man. Ja, heel blij mee. Echt ja? Zo'n mooie prijs natuurlijk. Dus ja, maar kan niet. Ik moet ook zeggen, je komt hier net ook een beetje half verward binnen met een schorre stem. Hoe was je avond? Rustig aan gedaan. We zijn gewoon naar huis gegaan. Nee, natuurlijk gewoon even een mooi feestje gemaakt en ja, dat is echt genieten natuurlijk. Dus ja, daar moet je er wel wat moois van maken. En dat feestje zien we ook. Hier krijgen jullie ja. De beker in handen. Oh. Gaat die omhoog? En je moet even me meenemen in de kleedkamer nu, want hier zit jij weer te schreeuwen direct al. Ja, tuurlijk. Ik doe altijd volop mee. Dat heb je nog niet gezien, hè? Ja, dat is zo'n mooi nummer, moet je wel gewoon weer dansen. Ja, kijk, gewoon met de keepers, hè. We moeten wel een beetje feestje ervan maken. Maar jullie zijn ook echt, jullie zijn echt de leiders in de groep. Jullie denken, we moeten het feestje maken. Ja, ik hou wel van een feestje. Dus het is wel leuk als het gewoon een beetje losgaat. En zoals kan het allemaal een beetje stijf zijn. En denk ik, nou, dan gaan we een beetje met die kont schudden. Nee. Heerlijk, ik vind het nu al leuk. En ik heb goed nieuws, want we hebben iets in de studio. Ja. Wat heb je meegenomen? Ja, ik heb voor jullie een mooi cadeautje meegenomen. Nou, kijk. Ik heb wel de enige echte beker meegenomen. Kijk eens jongens. Ja, echt de dennenappel, hè. Ja, echt een schatje. Ik moet wel zeggen, hij is wel een beetje scheef hierboven. Wat heb je ermee gedaan? Ik heb er niks mee gedaan. Dit ben ik niet geweest. Echt niet. Ja, ik weet het ook niet. Ik kreeg hem zo. Ik denk, oh, wat doen jullie nou? We kunnen ook nooit iets normaal doen. Maar nee. Wel schitterend. Ja. Uiteindelijk verdiend. Hey, wat gebeurt er dan na die overwinning? Wat zijn jullie gaan doen? Eerst gewoon even naar de kleedkamer. Daar natuurlijk een feestje doen, zoals we net zagen. Ja, toen in de bus nog naar huis anderhalf uur. Dus gewoon weer muziek opgedaan en gedanst en gezongen. En ja, toen even de stad in geweest. Ja. Nou, je straalt ook nog helemaal. We gaan het zo meteen nog verder over die wedstrijd hebben. Ja. Ook over jouzelf natuurlijk. Je speelt nu ongeveer 2 jaar echt als vaste waarde onder de lat bij Ajax. Ja. En we hebben een aantal reddingen van jou op een rijtje gezet. Onder de lat, Lise Kop. Simonis en een uitstekende reflex van Lise Kop. Noordam met de lob en de redding van Lise Kop. Jansen kijkt, schiet en een schitterende redding van Lise Kop. Uitstekend gedaan. Het schot en de redding van Lise Kop. En een hele mooie redding van Lise Kop. Ik zie je net hier naar kijken en je praat een beetje mee. Neem eens mee, wat zei je dan net tegen mij toen we naar die reddingen van je aan het kijken waren? Ja, ten eerste dat ik sommige ook gewoon niet eens meer herken. Dat ik denk, oh ja, dat heb ik ook gedaan. Dus ja, dat vergeet je ook wel weer heel snel. En ook dat ik dan tijdens de wedstrijd voelt het soms minder spectaculair. Zo, of dan voelt het ook weer dat ik denk, nou, tijdens de wedstrijd kan ik ook nog wel denken van, oh, die had ik misschien wel kunnen pakken. Of zo. Mm. Terwijl ik dan nu op beeld zie, dan denk ik, nou, ik ben toch wel blij dat we gewoon aanraken. Ja, het ziet er af en toe wel goed uit. Ja, af en toe kan het. Ja, hey, we gaan het zo meteen over hebben. Eerst wil ik weten of jij een beetje keuzes kan maken. We gaan naar de dinsdag dilemma's. Goed luisteren en dan direct kiezen, oké? Oké, ja. Het NOS-journaal opent altijd met privé-nieuws over jou. Altijd privé-nieuws over jou. Ja. Of je moet vanaf nu iedere dag alleen maar fastfood eten. Oh, NOS privé-nieuws. Ja, echt? Ja, echt. Ja, maar ik hou echt niet van fastfood. En dan word ik echt dik en zo. Nee, dat wil ik niet. Dat moet we ook niet hebben. Nee, dan word ik echt niet gelukkig. Maar heb jij veel geheimpjes? Of mag nee, ik ben best wel gewoon open. Dus ik heb niks, ja, niet veel geheim. Nee? Maar misschien straks wordt het anders. Nee. We laten de jongen straks buiten en dan gewoon door het NOS-journaal. Ja. Deze is ook lastig. 100 miljoen handje contantje en direct stoppen met voetbal. Of doorgaan hè, op het hoogste niveau, ja. Maar iedere wedstrijd zelf 100 euro bijleggen. Oh, voetballen. Ja? Ja, tuurlijk. Dus, ja. Nee,
Dus die 100 miljoen hoef je niet. Nou, dat is aardig wat geld. Ja, oké, okay. Ik denk toch gewoon die 100 miljoen. Nee, ik weet het niet, zeg vast. Wat moet ik kiezen? Ja, of door voetbal. Ben ik wel gelukkig met die 100 miljoen? Ja, dat wordt dan heel filosofisch. Of je dan wel, hè, nog wel gelukkig bent van geld. Ja, ik ga over die 100 miljoen. Oh, ik hou wel van geld. Oké, okay, bam, cash. Ting, ting. Oké, okay. En de laatste. En tevens moeilijkste, denk ik. Deze mooie beker inleveren. En Ajax 1 gaat alsnog door naar de finale van de Champions League. Of je houdt de beker en het is zoals het is. Eruit tegen tot... Ja, hou de beker. Ja. Lisa. Ja, maar dit is gewoon ons prijs. Dit is waar wij hard voor werken dit hele jaar. Ja, dat is waar. Maar goed, ik wil ook de finale meemaken. Ja, sorry. Kijk, heb ik geen invloed op. Hier had ik invloed op en dit hebben we gewoon bereikt. Dus, Nou, dat vind ik ook wel een mooi antwoord. Ja, dan mag je hem gewoon houden. Yes, dank je. Dan gaan we deze houden. En we gaan even terug naar afgelopen zaterdag. Naar die wedstrijd in Rotterdam. Jullie winnen uiteindelijk de beker. En we hebben jou gevolgd in die wedstrijd. Dit is All Eyes On Me op Lise Kop. Het is zover. Bekerfinale nummer 39. Drie hordes zijn genomen door beide clubs. Ajax ging langs Bavel, Achilles 29 en Twente. FC Zwolle schakelde Bad Burgia, Excelsior Barendrecht en ADO Den Haag uit. Voetballetje binnendoor naar Vliek. Die legt een breed. Benning tikt binnen. 1-0 PEC Zwolle. Prima uitgespeelde aanval. Bakker, Oldhoff uit het doel, dat had ze beter niet kunnen doen, want nu is het doel leeg en staat het alweer 1-1. De eerste, de beste Amsterdamse tegenstoot levert direct een doelpunt op. Roog probeert het met links en Lise Kop kan deze bal makkelijk vangen. Babies Roof zou het nu kunnen gaan proberen met links. Babies Roof, prima redding van Kop. Van Dalen voor het doel, daar dus Van Dalen. Kop laat die bal heel eventjes los, maar heeft hem dan alsnog klem. Er lijkt me eens geduwd te worden en dus gaat deze treffer inderdaad niet door. Probeert het ook, weer Kop. Kop is uit het doel en die zit maar half. Daar komt die corner, die valt heel vervelend en zit erin. Het gebeurt. Ajax scoort de winnende in de laatste minuut. De bekerwinnaar van 2019 heet andermaal Ajax. Knotsgekke wedstrijd. Ja. Neem even mee vanaf het begin, die wedstrijd. Nou ja, in het begin merkte je toch wel dat we het lastig hadden. En we kwamen eigenlijk al vrij snel 1-0 achter. Ja. Dat je echt denkt, oh shit. Het wordt gewoon goed teruggelegd, of nou ja, voorgegeven en binnengetikt. En ik had er misschien met mijn handen naartoe moeten gaan, maar ja, toch ging hij erin. Maar dan vrij snel de aansluitingstreffer? Ja, gelukkig, want dat was wel echt een belangrijke goal. Want als je deze niet maakt en ze blijven echt lang 1-0 voorstaan, ja, dan is het toch wel... Wordt het op een gegeven moment wel lastiger en dan houden zij hoop. En nu is het gewoon gelijk alweer komen terug. En dat is wel echt belangrijk. En dan blijft het inderdaad echt heel lang 1-1. Met, echt heel lang? Ja, echt met echt wel ups en downs. Want soms hadden we het echt lastig, maar soms hadden we ook wel weer veel meer grip op de wedstrijd. En ik merkte ook wel dat de tweede helft begonnen we goed. Dus we stonden net even wat anders. En ja, stonden we echt verdedigd ook beter. In de 89e minuut kom jij nog uit de goal gerend. Belangrijke redding nog. Ja, ik dacht nog, nou, ik had er misschien wel beter willen raken. Dus ik ben ook wel benieuwd. Was je aan het twijfelen hoe je eruit kwam? Nou, eigenlijk niet. Want ik dacht op een gegeven moment van, oké, ik ga gewoon. Dus ik had geen twijfel over mijn keuze. Zal ik gaan, ja of nee? Alleen wel van, hoe ga ik het doen? Want moet ik de slijding inzetten? Ik vond het wel lastig inschatten. Maar hij was cruciaal. Ja, dat hoorde ik achteraf ook wel van mijn keeperstrainer. Die zei, het was echt belangrijk dat je uitkwam, dus dan denk ik ook prima. En Lisa, wat gebeurt er dan een paar minuten later? We denken eigenlijk altijd, we gaan richting verlenging. Hoe zat dat bij jou? Ja, ik dacht ook, we gaan verlengen. En ik dacht, oh ja, shit, ik wil gewoon winnen nu. Je had helemaal geen zin in die verlenging? Nee, echt niet. Beetje lui of wat? Ja, zeker lui. Daarom ben ik ook keeper, hè? Ja, nee, dat... Ja. Nee, keeper zijn is niet lui, hoor. Okay. Maar ja, je wil gewoon winnen gelijk, dus dan niemand wil verlengen. Maar ja, uiteindelijk is het toch heerlijk dat je gewoon in de laatste paar seconden gewoon die goal maakt en toch wint. Nou, ik zie die bal ergens zo rondvliegen en ineens zie ik iedereen juichen dat net richting yes, dus ik was echt blij. Hij ging erin, 93e minuut en wij hebben daar ook wat beelden van. Daar komt die corner, die valt heel vervelend en zit erin. Het gebeurt. Ajax scoort de winnende in de laatste minuut. En kijk eens naar die ontlading. Bij Neom, bij de bank, bij de speelsters.
Ja, ik zat hier ook gewoon te twijfelen. Ik denk, oh, zou ik gaan, maar ik durf daar echt niet. Wat bedoel je? Je wil gewoon hoofd al. Nee, ja, ik weet het ook niet. Ik denk, ja, straks gaan ze toch, neem ze snel zo. Ja, maar ze mogen toch niet beginnen zolang wij niet op ons eigen hal staan. Maar ik was toch een beetje aan het twijfelen. Dus ik denk, nou, ik blijf wel gewoon rustig en dan hier ik het daar. Nou ja, rustig. Ja, rustig, maar. Ja, tijdens de wedstrijd voelde het toch heel anders. Zo. Soms denk ik nog best wel dat ik ingetogen juich, maar hier denk ik echt zo, oh, het valt toch wel mee. en ik ben trots, ik denk de mensen thuis ook. Nu 2 bekers in Amsterdam, ja. Bij de mannen, jullie ook. Ja, mooi. Kijk, dit is de huldiging van jullie. Ja, echt mooi. Is dat nou echt zo'n momentje dat dat je naartoe hebt geleefd? Ja, zeker. Wat ik zei, je werkt hier gewoon een heel seizoen naar en je stelt doelen en dan is het hartstikke mooi dat je zeker gewoon een van je doelen kan behalen. En dan 6 dagen eerder de Ajax mannen, ja. Ajax 1. In hoeverre hebben jullie het daar onderling dan nog over? Hey, die mannen doen het, die flikken het. Moeten wij ook doen. Oh, heel erg. We hebben het er echt over. Ook zeker na de Champions League hadden we het over. Kijk, Ten Hag had ook gezegd, nou, dit gevoel, dat wil je gewoon niet hebben. En wij hadden ook van, nou, wat we nu zien, dat willen we gewoon niet. We moeten gewoon winnen. Ja. Dus zeker, daar heb je het ook wel over. En ook als inderdaad de man in de beek had, ik, ja, dit moeten wij ook gewoon flikken. Ja. En ook omdat de titel in de competitie niet is gelukt, ja, misschien. Ja, dat zeker. Dit is toch een soort van, ja, als je de prijs kan pakken, dan ga je daar gewoon volledig voor. De beker staat hier, titel niet gelukt. Is het seizoen geslaagd? Ja, tuurlijk. We hebben de beker gehaald en ik denk, dit is ook gewoon een leerproces. En wat ik zei, we zijn met een best wel nieuw team begonnen. Dus ja, denk ik dat we hier echt tevreden mogen zijn en trots op het team mogen zijn. En laten we eerlijk zijn, jullie waren ook nog best wel dichtbij uiteindelijk. Ja, tegen tuurlijk. ADO konden jullie nog. Ja, we hebben hartstikke hard teruggevochten. Want als je ziet hoe we de play-offs in gingen en hoe we terug zijn gekomen, denk ik echt dat we trots mogen zijn. En je mag ook trots zijn, denk ik, op het Champions League seizoen. Ja, zeker. We zijn natuurlijk voor het eerst doorgegaan. We zien die wedstrijd tegen Praag. Ja. Hoe was dat seizoen voor jou persoonlijk? Best wel lastig ook. Ik had best wel een lang seizoen en ik merkte ook wel naar de winter toe dat het bij mij niet helemaal ging in de wedstrijden zoals ik wilde. Kan dat? Ja, toch. Ik ben ook nog wel jong, maar ik vond het ook wel heel lastig om het om te zetten. Dus ja. Ik werd ook wel een soort van best onzeker dat ik dacht, oh ja. Wat omzetten? Ja, als je een fout maakt, dat je dan echt denkt van shit. In de wedstrijd zelf al, of daarna? Ja, dit is echt pijnlijk om te zien. Maar. Want we hebben inderdaad, hier zie je ook in de tranen naar Alkmaar is dat. Ja, ik. Wat gebeurt er? Ik was hier wel echt heel moe, maar ja, tuurlijk, dit hoort er wel bij. Maar ik baal hier zo erg, want ik. Maar wat gebeurt hier? Ja, ik was echt verdrietig. Ik was er helemaal klaar mee. Ik denk, waarom voetbal ik? Ja, echt? Ja, echt. Ik dacht, wat een klote sport. Je wil gewoon winnen. En als je dan verliest door wat jij eigenlijk niet goed doet, dan is dat pijnlijk. Ik ben ook nog best jong, dus dan maak je nog relatief al meer fouten dan een keepster die meer ervaren is. Omdat je gewoon al meer in de situatie bent geweest. Maar ja, dan is het toch het snel leren omzetten. En dat heb ik nu wel geleerd ook uit dit. Gewoon dat ik denk, ja, dit wil ik niet. Ik moet zorgen dat ik gewoon altijd scherp ben of ik nou moe ben, ja of nee. En, ja. We gaan naar Mike Pix, ken je dat? Nee. Oh, nou ja, wel. Ja? Ja. Wat ja. Is het dan? Toch die smileys? Nee, iets anders. Oh, dat is iets anders. Ja, ik weet het niet. My Picks is dat jij zometeen heel snel mag kiezen. Wat hobby's oh, en zo. Oh ja, logisch. Oh ja, ja, ja. Okay. Wat is je favoriete nummer? Die knallen we hieronder. Vertigo. Wat? Vertigo. Wat is dat? Van de Khalid. Ja, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Weet ik ook niet, maar Neuri is? Ja, ik weet niet ook hoe Neuri is. Oh, ja, lastig. Gewoon een cool nummer? Ja, gewoon echt een cool nummer. Luister allemaal. Oké, okay, zet hem hieronder. Een ander nummer dat ik mee kan Neuri, wat je vaak op hebt. Kleine jongen. Kleine jongen? Ja? Je bent op deze wereld, dus zou je moeten vechten met ons ik. Je hebt favoriete drankje? Spaarrood. Netjes. Ja, heel netjes. Geen bier en zo? Nee, ik drink echt heel weinig. Of eigenlijk niet. Ik heb met oud en nieuw gezegd dat ik ben gestopt met drinken. Maar toen ik jarig was, dacht ik nog wel even, ik neem wel een drankje. Even een drankje. Tuurlijk. En bij zo'n feestje, hè, zoals zaterdag, gaan de meiden dan los? Heb je soms dat je echt in de hoek kijkt, denk van wow, die heeft iets te veel hangen? Nee, maar kijk, ja, nou ja, natuurlijk, iedereen drinkt wel, maar ik kijk wel mijn ogen uit op zo'n avond. Ja, wat is het gekste wat je hebt gezien dan? Daar zeg ik niets over. Dat hou je stil. Welke meiden in het team houden nou echt van zo'n feestje naar zo'n bekerwinst? Ja, Kelly Zeeman. Kelly Zeeman is wel echt de beste feestfeest van ons team. Die gaat echt lekker. Die beelden gaan we niet uit. Nee. Je favoriete eten? Tiramisu. Lekker. Oh ja, dat vind ik zo lekker. Jij kan goed koken, hè? Ja, ja, ik doe wel mijn best inderdaad. Nee, dat kan jij. Ja, ik kan heel goed koken. Ik zag een plaatje. Ja.
Lekker. Nou, ben je echt een goede kok of flans je maar wat in elkaar? Nee, ik ben wel een beetje in elkaar flansen hoor. Een beetje recepten bij en ik ook, oh, dat en dit. En, heerlijk. Ja, echt. Lekker toch? Makkelijk. En je favoriete smiley? Ja, dat danspoppetje. Zo. Ja, ik weet niet. Met dat rode jurkje. Oh ja, die is wel tof. Ja, ja. Die vind ik echt leuk. Wanneer gebruik je die dan? Eigenlijk altijd. Als ik blij ben, gewoon als ik gewoon leuk nieuws heb, dan doe ik gewoon een poppetje. Vet, die is wel leuk. En je favoriete sportheld? Ja, ik was vroeger altijd heel veel van Irene Wüst. Ik moet zeggen, ik heb het niet echt. Ik vind het gewoon heel leuk om wel naar sport te kijken, maar ik heb nooit echt dat ik denk, oh, dat ja, dat vind nee? Ik. Nee, echt. Ik vind het, ja, nee. Ik vind het altijd leuk om dan, soms vind ik die heel tof en soms vind ik die heel tof. Dus het verschilt bij mij heel erg. Ik ga altijd gewoon van de een naar de ander. En je favoriete speler in Ajax 1? Onana. Ah, vet. Tuurlijk. En spreek je zo'n jongen wel eens? Nee, eigenlijk helemaal niet. Dat jammer. Nee, vind ik wel jammer. Dus Onana, ja. Ik weet het. Wat zou je tegen hem willen zeggen? Wil je hem even een schouderklopje van goed gedaan? Of, Nou, ik vind van Onana, ik vind gewoon echt je uitstraling fucking vet. Dus daar kijk ik wel echt veel naar. Dat ik denk, oké, dat moet ik ook gewoon hebben. De beste voetballer? Nou ja, de beste voetballer. Wie vind je de beste voetballer ter wereld? Frenkie de Jong. Ter wereld? Ja, Frenkie de Jong, ja, tuurlijk, zeker. Nee. Ja, nee. Ja, ik vind Frenkie wel echt heel goed. Daar kan ik echt van genieten dat je daar dan kijkt. Je echt, oh, nice. Gewoon hoe je soms die paasjes geeft, ook dat hij dan... Nee, niet dribbelen daar, wat doe je? En dan komt hij er toch uit. Dat vind ik wel mooi om te zien. Favoriete film die je op vakantie weer gaat kijken? Of serie? Kijk nu... De Peaky Blinders. Oh ja, wel vet, hè? Vind ik zo goed. Maar ik moet ook niet aan series beginnen, want ik ben echt een marathonkijker. Oh, is zo slecht gewoon. Dan zit ik en denk, oh, volgende. Ik doe echt niks meer met mijn dag. Want je gewoon tegen Benno niet om zeggen, joh, ik ja, kom niet. Het is klaar. Ja, ik ga gewoon Peaky Blinders ja. kijken. En dat hij dan zegt. Ja, inderdaad, tuurlijk. Dat is wel vet. Ik heb nog een tip trouwens. Undercover is ook vet. Ja, dat hoorde ik al. Ja. Dat zei Marieke, die zegt, je moet echt kijken. Maar ik hou niet zo van Belgische... Nee, geen maar zo. Nou ja, we moeten het allemaal keer over. Heb je ook een studie of zo ja, nog? Ja, commerciële economie. Oh. Ja, bij de NCOI. Ja. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Want ik heb vorige eigenlijk een beetje zo half wel iets niet gedaan. En ja, dat werkte toch niet helemaal. En nu zij zijn gewoon heel flexibel. Dus daar ben ik echt blij mee. Dus nu heb ik richting de WK heb ik het even stopgezet. Ik zeg, nou, volgende modules even niet. Maar ik kan ook één module doen of twee modules. Dus het is voor mij echt heel chill. Je moet daarna toch iets gaan doen. En ik zou heel graag een eigen bedrijf willen hebben. Dus dan maar commerciële economie. Nou, daar gaan we nu geen reclame van maken voor het bedrijf voor jou in de toekomst. Heb je nog een ritueel? Iets wat je voor naar de rest doet? Ja, ik doe altijd de zonnegroet twee keer. Hoe gaat dat? Ja, de zonnegroet? De zonnegroet, ja, zo, ja. Ik weet even niet wat nou, dat is. Dan, ken je dat niet? Dan moet je uitrekken en dan zo naar beneden en dan ja, achteruit. Zo. Het is een ingewikkelde yoga oefening. Oké, okay. En de leukste vent ter wereld? De leukste? De leukste vent. Vent? Jongen, man. Ja. Of nou, misschien moet ik het anders verwoorden. Vind je iemand leuk? Ja, ik heb wel een vriend. Dus oh, ja. Nou, dat komt er dan niet heel erg overtuigend uit. Nee, maar... De leukste vent. Ja. Nou, moet ik toch even goed nagaan denken. Ik heb wel een vriend, maar ik weet niet of dat nou... Sorry. Ja, ik zeg ook altijd nog wel scharrel, maar dat vindt hij niet zo leuk. Oké, nou, het is niet zo hoor. Het is niet zo. Lise, we gaan door. En het beste om door te gaan. Want het wordt heftig. Ja. Die vriend of scharrel die gaat naar het volgende item kijken samen met ons. We gaan kijken naar jouw teamgenoten. Maar voordat we daarna gaan kijken, heb jij op een gegeven moment nog iets gezegd over Kirsten van der Westering? In een andere aflevering. Ja. Daar hebben we ook wat beelden van. Kirsten is echt een prinses. Ze hoopt gewoon dat alles voor haar wordt gedaan, maar... Een diva, waarom ben je een prinsesje? Oh, nou, ik denk, ik weet het niet. Misschien Ellie Jansen dat ze het zegt omdat ik altijd met haar meerijd. Omdat weet je, dat ze altijd eigenlijk met taxi is. Dus dat is wel leuk. Maar je hebt niet van dat diva gedrag. Je zegt, nee, ik kom niet langs rijden met je auto, nee, heb je een probleem. Nee, zeker niet. Zo lijkt het misschien, maar dat is echt zeker niet waar. Wel gewoon een lief meisje. Ja, zeker. Hey, even een korte reactie, want Kirsten zat hiernaast en die hoort diva prinses. Ja. Dat vond ze niet heel leuk, maar dat is het. Snap ik. Maar ja, ik vind het nog steeds een diva prinses. Maar nadat ik dit heb gezien, denk ik nog steeds van nou, toch wel. Waarom? Ja, ze kan, als ze met ons meetreden, dan kan ze gewoon ook soms gewoon niet onschakelijk denken. Ja, kom dan Kirsten. Ja, dat soort dingen. En ze, ja, wat ik zeg, ze verwacht gewoon dat wij lekker alles voor de regen. Kom je het daarop halen of ja, zullen we dat doen? En dan, dus ja. Maar ze is wel een lieve schat. Tuurlijk, ik vind haar hartstikke lief, Kirsten. Ik heb zelf een beetje zelf als Kirsten, want ik wil ook altijd iedereen me ophaalt. En ik ook doet. Hoor, ja. Nou, ik hou ook van Kirsten. Hé, hey, we gaan kijken naar wat jouw teamgenoten over jou zeggen. Oh, ja. Misschien ben je ook wel een diva. Ja, dat zou best kunnen.
Zo, dit duurt heel lang hoor. Oké. Okay. Okay. Deze sta ik in de kracht om. Oké. Okay. Ja, het heeft een woordje ook klaar en kan soms ook wel grof gebekt zijn, dus Lize, voor jou. Lize is onze goalie, dus deze is ja, niet heel bijzonder, maar wel van toepassing. Schiet als een raket. Ze heeft denk ik echt de winnaarsmentaliteit en ze is echt onze nummer 1 in goal. Always making fun and laughing a lot. Lize moet een beetje met de knipoog nemen. Met Lize kan je wel echt heel erg lachen. Ja. Ik denk dat dit genoeg zegt. She's crazy as a monkey. En een mooi palet met kleuren. Daarnaast is ze ook heel erg artistiek en heeft ze altijd de leukste outfits aan. Niet iedereen vindt ze mooi, maar ze komt altijd als een diva de kleedkamer binnen. Ja, die van Ellen en van Kika zeker. En Soraya ook wel. Ja, dat je een artistiekeling bent, altijd leuk gekleed, dat klopt wel. Ja, dankjewel. Nee, niks mis met mijn shirtje, ken ja, nu ben ik gewoon degelijk. Okay. Nee hoor. Maar ik hoor ook je knettergek en always making fun. Ja, tuurlijk. Laughing a lot. Ja, leuk, altijd. Dat is wel leuk. Of course. Nee, ja, dat is gewoon, het moet gewoon een beetje gezellig zijn. Dus ja, dat vind ik altijd leuk om te doen. Maar ik vind het ook leuk, je kijkt echt naast van dat je vriendinnen een beetje aan het praten zijn. Ik voel dat ook zo. Ja, zeker. Ik denk dat we echt gewoon een heel gezellig leuk team hebben. Ja, je steekt zoveel tijd met elkaar in dit, dus ja, je moet wel heel veel tijd met elkaar doorbrengen. Natuurlijk. En je leert elkaar zo goed kennen, dus ja, zeker. En wat zijn dingen die jullie willen samen doen buiten het voetbal? Koffietjes drinken. Oh, lekker. Ja, echt heerlijk. Gewoon net dat koffie lukt in Amsterdam. Ja, jeetje, echt gewoon een terrasje pakken en dan denk ik daarna dat ik nou mijn tijd gedaan heb. Dus... Heel mooi. Hey, kan jij een beetje keuzes maken? Je kon het niet heel goed, vond ik bij de dinsdag die demmen. Oh, maar ik vond het best wel goed gaan. Nou ja, oké, dan laten we wat. Goed gedaan. Maar de keuze tot keeper of keepster, dat kwam niet 1, 2, 3. Nee, ik kwam helemaal niet 1, 2, 3. Hoe is dat gegaan? Nou, ik voetbal al best wel lang, maar op een gegeven moment, ja, ik weet niet eens, ik denk dat ik 12 of zo was. Een jonger 10, dat ik dacht, nou, ik kan ook al prima keeper. Dus toen ben ik een beetje zo half-half gaan doen. Dus, want wat deed je de andere half-half dan? De andere sport. Nee, maar... Voetbal, rechtsbuiten. Rechtsbuiten? Ja. Oh. Dus vandaar die grandioze techniek. Ja, oké. Okay. en dan uiteindelijk kies je toch voor een keeper. Hoe gaat dat? Ik dacht gewoon, ik kan wel beter worden in keeper. Dus ik wil gewoon natuurlijk de beste zijn. Ja. Dus toen dacht ik, nou, met keeper kan ik het verst komen. Dan gewoon lekker op een plek waar wij minder concurrenten zijn dan de rest buiten positie. Ja, dus dan ga ik maar keeper. Slim. En wat voor andere dingen heb je nog meer gedaan dan in de sport? Ja, ik heb geskiet. Dus ik denk dat ik 15 was. Dus zat ik bij onder 15. En, ben je gewoon hoogste niveau op ja, de leeftijd? Ja, toen. Maar met skiën, ik zat helemaal niet bij een club. Oh. Ja, ik was lid, maar ik voetbalde eigenlijk niet. Dus ik had eens in de twee weken een wedstrijd met onder 15. Voor de rest was ik dan soms in het buitenland voor skiën. En je bent gewoon een soort sportduizend. Poot, te multitalent. Ja. Je mag het even over jezelf zeggen. Ja, oké. Maar heb je altijd vanaf kind af aan al geweten dat je wilde voetballen? Ik heb wel getwijfeld hoor, want skiën ging eigenlijk ook heel goed. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou, hier kan ik eigenlijk ook wel de beste in worden. Maar toen dacht ik, ik ben al vanaf mijn vierde bezig met voetbal. Dat vind ik zonde om weg te doen. Dus, ja. En dat voetballen heb je hartstikke goed gedaan. Heen nu nog even lekker op vakantie. Ja, heerlijk. Moet je je dan ook weer ergens voor opladen, want daarna komt iets. Ja, daarna komt het WK natuurlijk. Gewoon in Frankrijk? In Frankrijk. Het is wel lekker dichtbij, dus voor de fans, je kunt er mooi komen kijken. Ja. Wat verwacht jij daarvan? Want jij bent in principe derde keeper, denk ik. Ja. Wat verwacht je van dat toernooi? Ja, ik vind dat best wel lastig te zeggen, omdat het voor mij ook echt mijn eerste eindtoernooi is. Maar kijk, we hebben echt een supergoed team en ik denk echt wel dat we ver kunnen komen en dat we echt kans maken. Maar er zijn natuurlijk heel veel goede tegenstanders en elk toernooi is anders. Dus ik weet het niet. Nou, dat veel van leren denk ik ook. Ja, zeker. Voor mij is het gewoon een hele mooie ervaring om zo'n toernooi te mogen doen. Dus, En voor Oranje heb je je debuut al gemaakt. Ja. 4 maart dit jaar. Ja. Neem ons mee naar dat moment. Hoe was dat? Ik heb er best wel lang op moeten wachten. Waarom lach je nou? Omdat ik gewoon lang op moeten wachten. Okay. Dat ik denk, het is eigenlijk, soms vergeet je het ook wel weer. Dus ja, het is echt, ja, ik vond het echt mooi. Ik wist in het begin van de week dat ik ging spelen en toen dacht ik, het viel echt wel mee hoe zenuwachtig ik eigenlijk was. Totdat het echt begon ik ineens, waar je echt normaal hebt dat je tijdens de wedstrijd denkt, oké, prima. Maar nu ineens dacht ik tijdens de wedstrijd van, nu moet ik het... Ja, klapte dan opeens op het veld pas binnen van, hey shit, dat is mijn debuut, dat ga je opeens. Ja, ik had dat wel een beetje, maar het was echt heel mooi om dat te mogen doen. Je verliest wel, maar kijk, dit is waar je gewoon echt hard voor werkt en waar je het voor doet. Hoogste niveau, man. Ja. Is dat vet? Ja, zeker. En Lize, wanneer spelen jullie je eerste wedstrijd op het WK? 11 juni. 11 juni. Ja. Oké. Okay. We gaan naar de glazen bol toe. Jouw toekomst voorspellen. Maar we gaan allereerst kijken wat jullie op de WK gaan doen. Oké. Okay. Nou, Lize, ik wil weten hoe jouw toekomst eruit ziet.
Ga maar even klappen, want dan gaat deze beker weg. En komt de glazen bol. Ja. Hey, ja. Ja, ja, oké. Okay. Hey, even terug naar net. Dat WK. Kijk erin. In Frankrijk. Wat gaat er gebeuren? Even voelen hoor. Maar ja, als ik toch wel dat we gewoon de pool doorkomen. Uiteindelijk echt wel wereldkampioen worden. Ah, ja, oké. Okay. Ja, dat zou wel mooi zijn. Goed zo. Oké. Okay. Ja. Dus weer een feesthuldiging. Tuurlijk, daar gaan we wel volledig voor. Dus Nederland maak je maar vast klaar. Heel goed, heel goed. En dan terug naar jouw individuele doelen. Oh, mijn individuele doelen. Ja, dat ik uiteindelijk voor het Nederlands elftal eerst keepster mag zijn. Best keepster van de wereld. Mooie prijs pakken met Ajax. Niezen, ja, maar echt hè? Ja, tuurlijk. Dat is echt je gewoon... Ja, tuurlijk. Nou, maar goed. Ja, dat zijn toch mooie dingen. En als jij dan zometeen 35 bent, twee mooie kindjes hebt, ik noem maar wat. Hoe kijk je dan terug op je carrière? Wat heb je allemaal behaald? Nou, ik denk toch wel de Champions League gewonnen. Ja, wat ik zei, een mooie prijs met Ajax gehaald. Heb je nog een droomclub misschien in het buitenland? Als het ja, natuurlijk zou ik zeker wel een keer naar het buitenland willen. Noem maar een club. Jullie spelen bijvoorbeeld tegen Lyon. Dat is toch een grote, grote macht onder de vrouwen. Ja, natuurlijk. Dat is een mooie club. Barcelona, Arsenal, Manchester City. Nou, noem ze allemaal maar op. Daarom. We gaan, ja, het zijn allemaal mooie clubs. Lise, ja. Ik wens je heel veel succes mee. Dank je wel. Allereerst op het WK. Leer er veel van, geniet ervan. Ja. Ik vond het leuk dat je er was. Ja, ik ook. Wij zijn er over 2 weken weer. En dan alweer met de allerlaatste Talent Tuesday Show. Ongelooflijk, hè? Ja, jammer. Gaat snel. Ja. Nou, ik wens je veel succes in Frankrijk. Dank je. Au revoir. Et bon succès. Bon, oui, d'accord. Merci bien, Lise. Gracias. Adios. Adios, ciao.